De politieagenten die het in september 2021 op Andries Boy van Boelens Lone sketten hebben, willen net vervolgen. Dat had het Openbaar Ministerie bekendmaken. In september 2021 verstoorde 28-jarige Andries Boy uit Boelens Lone toch een politiekoegel. Dat baarde na een achtervolging op hege snelheid. Toen zijn auto daar stilstand kwam, reed er op 2 politiemolen in. De agenten hebben daarop op de auto sketten. Het is natuurlijk uitvoerig onderzoek die in hen. De zaak is alweer 1 jaar 2021. Dus we zijn nog straks bijna 2 jaar verder. Dus er is uitvoerig onderzoek dienen. En ja, dat leidt wat u betreft tot de conclusie dat er hier vanuit een noodwaar opereerd is. Boy kwam maar zijn auto achteruit aanrijden op de polities. Hij had ervoor al onvoorspelbaar gedrag vertoond, werd toch de politieagenten bang wien voor haar eigen veiligers. Op een Sampa is uiteindelijk het voertuig tot stilstand kwam. Daar is dus ik het politievoertuig weer daarbij. En toen zeiden de politiemeisjes dus dat het voertuig achteruit reed in hun richting. En toen is vervolgens het wapen ter hand nam en is er schetten op het voertuig. Omdat de agenten, zeker ik op wat er aan verhouding wie zich bedreigd vielen. En hoe vaak is er schetten en ja, hoe zorg je dan naar de proportionaliteit, wat uiteindelijk de Rijksrecherche natuurlijk ook onderzocht had? Uiteindelijk blijkt die dat er 24 keer schetten is op het voertuig. Het gaat hier om een drietal politiemeisjes die zich in die situatie bevonden. En die zorgen vervolgens dus een voertuig achteruit riedend op hun oude kom. Dan is een voertuig natuurlijk een potentieel deerlijk voorwerp op het moment dat dat op je oude riet. En gelet op wat er daar voor oude gong is besloten tot het vuurwapen ter hand te nemen en om te schutten. Het versterren van Andries Boy maakt doet iets enorme indruk op zijn omjouwing. Zijn mam die had nog met hem hebt, komt daar thuis. Ik was hier 11:15 weg, s'avonds. En toen zei hij dan van, moet ik morgen nog wat voor die doen? Ik zei, nee, hooguit kom, maar een klapband krijgen. Nou, dat was goed, zei er. En toen was dat morgen. De nabestaanden hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het gerechtshof in Ljouwert, als ze het net eens binnen, maar de beslissing van het Openbaar Ministerie. De ouders van het slachtoffer lieten weten het besluit net te begrijpen en onacceptabel te vinden. Ze tjenen dus een klacht in bij het Hof in Ljouwert en vroegen het Openbaar Ministerie alsnog ter vervolging oer te gaan.